We gaan het hebben over de Belastingdienst. En dan denken jullie, Arjen, een verhaal over de Belastingdienst. Jongen, jij zit gewoon weer schaamteloos te hengelen naar een viral. En dan zeg ik props voor je sarcasme, maar er zijn ook mensen die oprecht heel enthousiast zijn over de Belastingdienst. Ik zou er zo kunnen solliciteren. Ja, oprecht ja. Ja, omdat het prachtig is. Oké, dat is wel heel enthousiast. Dit is ongeveer hoe mijn zwakzinnige oom uit het carnavalfestival in de Efteling komt. Oom Sjoerd, moet je nou huilen? Ja, omdat het prachtig is. Ja. Nou, wie is deze man en waarom is hij zo lyrisch over de Belastingdienst? Dat heb ik even opgezocht en deze meneer heet Erik Wiebes. En dat is een bijzondere man. Kijk maar, hij is intelligent, hij heeft een lenige geest, hij is de Ramses Shaffy van de VVD. En dan denk je, hè, een demente alcoholist met slokdarmkanker die op zorgvliet ligt weg te rotten? Nee, doe normaal. Ik heb het gecheckt en wat ze bedoelen is dat Erik Wiebes, net als Ramses Shaffy, een groot taalkunstenaar is. De Ramses Shaffy van de VVD verrast met gekke beeldspraken. De Oostlijn is een bitch die moet worden getemd en de heks moet van de bezem. Hij komt op het vermoeiende af met vondsten. Oké, een bitch stemmen, de heks moet van de bezem, klinkt heel bijzonder. Dan ben ik ook wel benieuwd naar die vondsten. Nieuwe regels om het voetbal als kijksport aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld. Niet dat hij iets met voetbal heeft. Tijdens de WK-finale van 2010 tussen Nederland en Spanje zat Wiebes Kafka te lezen. Nu al fan. Ik ben nu al fan. Grote Wiebes-fanboy. Ik snap dan ook wel dat ze hem Wonderboy Wiebes noemen. Het is duidelijk een beetje een creatieve, een beetje wereldvreemde nerd. Er is alleen één ding. Hij is staatssecretaris van Financiën en dus verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Die gasten van die blauwe enveloppen waar we dit jaar allemaal weer 86.000 euro aan overmaken. Het wordt toch elk jaar duurder, toch? Wat? Nou ja, nu kan ik zelf gaan uitleggen... Wat? Nu kan ik zelf gaan uitleggen wat de Belastingdienst precies doet, maar bij het NOS-journaal hebben ze Ron Vrezen. Dat is een expert, die heeft er heel veel verstand van. De Belastingdienst is ontzettend belangrijk. Er wordt heel veel geld mee binnengehaald voor allerlei dingen. Helder. Heel veel geld voor allerlei dingen. Dankjewel Ron Vrezen vanuit Den Haag. Een heel grote stad met allerlei gebouwen. Een belangrijke uitdaging voor mijn favoriete Kafka-kenner was bezuinigen. Er werkten bij de Belastingdienst 30.000 mensen en daarvan moesten er ongeveer 5.000 weg. Er moest dus een vertrekregeling komen, zodat mensen vrijwillig hun baan zouden opzeggen. Dat lijkt me een vrij pittige opdracht voor Wiebes. Mensen gaan niet zomaar weg bij de Belastingdienst. Waarom niet? Omdat het prachtig is. Precies. Dus die 5.000 mensen voor die vertrekregeling, die ga je nooit halen. Neem ik aan. Nu al hebben 5300 mensen zich aangemeld. En 1400 medewerkers denken er nog over na. Oh! Dat ging heel hard. Die 5000 was binnen no time gehaald. Gelukkig zijn er nog 1400 twijfelaars, dus wie weet valt het wel mee. 2 maanden later is de teller al opgelopen tot 7000. 7000? Dat is 2000 te veel. Prachtig. Nee! Prachtig. Nee, Wonderboy, stout! Prachtig. Ah, stout! Prachtig. Nee! Af! Prachtig. Het idee van de vertrekregeling was trouwens dat vooral laag opgeleide medewerkers zouden vertrekken. Juist het jongere en hoger opgeleide personeel vertrekt. Oké, wacht. Dus die vertrekregeling is zo riant dat er én te veel mensen van gebruik maakten én dat de verkeerde mensen zijn vertrokken. Ken je dat van vroeger, dat je dan een feestje gaf? Dat je met dat ene meisje over wilde blijven en dat je zegt... nou jongens, het feest is wel een beetje voorbij. En dan ga je naar de wc en neem je een kauwgompje, snel deodorant, kom je terug. Is dat meisje weg, zitten er alleen nog maar 3 gasten met lang haar Magic te spelen. Herkenbaar of niet? Nou, ongunstiger kon de vertrekregeling dus niet uitpakken, zou je denken. Zo'n 1200 werknemers zijn 64 jaar of ouder en die zitten soms maar een paar maanden voor hun pensioen. En toch krijgen ze nog 2 jaar salarissen mee. Nu kan het echt niet erger. Jawel. Oh. Ja, want die vertrekregeling was namelijk volgens de Belastingdienst een verkapt vroegpensioen. En dat mag helemaal niet van de Belastingdienst. En daarom moest de Belastingdienst een boete geven aan de Belastingdienst. Lekker efficiënt. Alsof politieagenten elkaar gaan lopen bekeuren. Ja, meneertje, hebben we haast? Wat? U rijdt 65 binnen de bebouwde kom. We zitten in dezelfde auto. Wat? Wilt u de beelden misschien even terugzien? Wim, hou op! Nou, dan is de verwarring nu compleet. Wacht even hoor. Oh. Ik hoor nu dat de verwarring toch niet compleet is. Wat? Dan snap ik niet waar we nu op wachten. Ah, de verwarring is compleet. Ja, oké. Okay. In totaal werd die vertrekregeling 66 miljoen euro duurder dan gepland. Hoe kon dit gebeuren onder het bewind van Wonderboy Wiebes? Nou, dat wil de Tweede Kamer ook wel eens weten. En deze week vroegen ze hem naar de vertrekregeling. We hebben het altijd over de vertrekregeling. Maar ik had helemaal geen vertrekregeling besteld. Niet besteld? Dat zeg je als er een gast aan de deur staat en vraagt pizza voor Joyce. Dan zeg je, dat heb ik niet besteld. Of had jij een pizza besteld, Joyce? Ongelooflijk, maar dit enorme besluit is dus volledig langs Wiebes heen gegaan. Hoe kan dat? Was hij misschien druk met andere dingen? Nou, ik ben even gaan kijken op de site van de Rijksoverheid wat zijn taken zijn. En daar staat inderdaad belastingen, maar verder zijn het allemaal piepkleine dingetjes. Hij is verantwoordelijk voor de staatsloterij, is dus eigenlijk de Gaston van het kabinet. Exportkredietverzekeringen, nooit van gehoord, dus hoeveel tijd kan het kosten? Het enige waar ik niet helemaal zeker van weet wat ze ermee bedoelen is de taak nieuwe munten. Daar staat verder geen toelichting bij. Ik neem aan dat je dan nieuwe munten mag verzinnen, toch? Jongens, wat dachten jullie van een wiebesmuntje van 13 cent? Dat de kinderen voor 3 wiepjes een klomp Noach kunnen kopen. Ja, maar waarom? Omdat het prachtig is. Ja, is ook wel waar, is waar. Maar de allerbelangrijkste taak als staatssecretaris is dus inderdaad de Belastingdienst. En toch zat Wiebes daar niet bepaald bovenop. Die was vast weer met heel andere dingen bezig. Even afgaande op wat een oud-collega van hem vertelde op Radio 1. Het is natuurlijk ook echt een vent die... Je moet er eventjes aan wennen, want hij vertelde al in een van de eerste gesprekken die ik met hem had... dat hij niks had met feestdagen bijvoorbeeld. Met kerst zat hij het liefst in bad om het verzameld werk van Tolstoy door te nemen. Ik begin het vermoeden te krijgen dat Wiebes gewoon een heel geschikte vent is... maar misschien gewoon geen politicus. Hij is... vernieuwend, charmant, geestig, bezig met van alles. Maar ondertussen is het bij de Belastingdienst juist helemaal niet zo gezellig. Dit was Zembla van afgelopen woensdag. Er is veel grof taalgebruik, er wordt gescholden... en ze hebben het over idioten, sukkels. Mensen zitten te huilen in vergaderingen. Ja, er is veel grof taalgebruik, er wordt gescholden en gehuild. Ze beschrijven hier gewoon precies de scène als ik mijn belastingaangifte moet invullen. Ik wil 86.000 euro, weet je. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die dat niet eens verdienen. En al die bijstandmoeders, hoe gaan die dat opbrengen? Weet je wel? Ik snap het gewoon niet. Maar goed, bij de Belastingdienst hangt dus die sfeer elke dag. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Ja, precies. De Belastingdienst is dus een soort hel, maar dan slecht georganiseerd. Goedemiddag, kan ik hier eeuwig branden? Sorry, heeft u één momentje, het is echt een gekkenhuis vandaag. En deze week bleek ook nog dat er in die hel een lekkage was. Zembla ontdekte dat er een speciale eenheid binnen de Belastingdienst werkte... die zonder enig toezicht zijn gang kon gaan. Er werd niets gemonitord. Het zou best kunnen dat iemand alle gegevens van belastingbetalers heeft gedownload. Wat? Alle gegevens van alle belastingbetalers zijn in gevaar? Dat is geen lekkage meer... Noach zat Zembla te kijken en die is weer aan een ark begonnen. En een ander teken dat het daar helemaal niet lekker liep... is dat de Belastingdienst onder Wiebes 3 verschillende directeuren heeft gehad. De eerste, Hans Blokpoel, veroorzaakte die enorme lekkage. Zijn opvolger, Hans Leitens, nog een Hans, heeft het maar een jaar volgehouden... maar dat krijg je met zo'n tweede Hansje. Hij had trouwens wel een goede reden om te vertrekken, namelijk... baas Belastingdienst stapt op, want baan valt tegen. Baan valt tegen. Het is de Belastingdienst. De kutste dienst waar het al jaren heel kut gaat. Wat had je je voorgesteld? Ja, ze hadden geen botsautootjes. Je mocht niet roken in de koelkast. Die blauwe enveloppen zijn niet te vreten. Man, wat viel er tegen? Ik ben weg. Doei. Overigens heeft Leitens alweer een nieuwe baan. Hij gaat zich bezighouden met integriteitsonderzoek op Sint Maarten. Integriteit op de Antillen. Kan nooit tegenvallen. Goeie keus, Hans. En sinds vorige week heeft de Belastingdienst een nieuwe directeur, Jaap Uilenbroek. Die moest meteen naar een hoorzitting over de Belastingdienst in de Tweede Kamer. In zijn eerste week. Dan heb je net een rondleiding gehad. Kijk, hier staat de koffie. Sorry, je kan nu niet inloggen op je computer, want Stanley van IT is nog op vakantie. Oh, kan ik misschien iets anders doen? Ja, je kunt even naar een hoorzitting in de Tweede Kamer. En ze zijn misschien een beetje boos. Succes! En uiteindelijk zijn die directeuren natuurlijk ook niet echt verantwoordelijk. Dat is namelijk mijn favoriete taalvirtuoos, Erik Wiebes. Ultiem ben ik daar politiek verantwoordelijk voor en niemand anders. Ik zeg dat ik er politiek verantwoordelijk voor ben. Voor dat alles ben ik politiek verantwoordelijk. Ja, je kan zeggen wat je wil, maar Wiebes is wel iemand die zijn verantwoordelijkheid noemt. Neemt. Nee, noemt. Noemt, ja. Het probleem met Erik Wiebes is, het is niet een politicus. Het is een mens. Ze hebben per ongeluk een mens de baas gemaakt van de Belastingdienst. Wie had er een mens besteld? Joyce, had jij een mens besteld? Kijk, de baas van de Belastingdienst, dat moet iemand zijn die de bitch kan temmen. Hè? Soms moet de heks gewoon even van de bezem. En dus stellen wij opnieuw een vertrekregeling voor. Maar dan voor Erik Wiebes. Ik weet, hij zou toch al bijna stoppen, maar zo doen ze dat bij de Belastingdienst. En bij die vertrekregeling hoort ook een carrièreadvies. Het meest voor de hand ligt natuurlijk een baan op een plek waar ze met spoed een heleboel slimme, hoogopgeleide mensen zoeken. De Belastingdienst. Ik zou er zo kunnen solliciteren. Ja, oprecht ja. Ja, omdat het prachtig is. Ja, dat weten we nou wel, maar nee, dat gaan we niet doen. Wiebes verdient veel beter dan een slecht georganiseerde hel. En dan hoor ik jullie roepen, misschien dit. Wiebes lijkt op Wim T. Schippers. Kan die niet bij Sesamstraat werken? Ik zou er zo kunnen solliciteren. Ja, oprecht ja. Ja, omdat het prachtig is. Nee, geen sprake van. Ik heb nog een veel beter idee. Erik. Jij bent taalkunstenaar, je komt met vondsten, je hebt een leuk stemmetje in huis. Je zit het liefst de hele dag in bad Tolstoy te lezen. Er is maar één plek waar jij volledig tot je recht komt. En dat is op de redactie van Zondag met Lubach. Prachtig. Ja, precies. Het betaalt niet heel veel, maar het gaat allemaal zwart, dus dat scheelt. Erik, mail mij gewoon. Wil je mijn gegevens? Die liggen al op straat. Vond je dit leuk? Kijk dan ook een andere video en vergeet je niet te abonneren. Meer zien? Ga naar npo3.nl/Zondag met Lubach.